Milo Meskes, je kent die wel, van New Beginning. Die brengt 30 maart een nieuw album uit. Dus ik heb hem gevraagd om hier in de filmclub naast mij te komen zitten. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd of dat Milo ook een grote filmnerd is. Dus ik ga hem nu ophalen. Milo. Wow. Zie je, welke films heb je meegebracht? Ik weet dat nummer 1 Notting Hill is. Ik ben zo blij. Oké, en de twee andere? Lords of Dogtown. Yes. Into the Wild, uiteraard. Ook een beetje een cult classic. Ik ken u nu nog niet zo goed, dus ik wil weten of we gaan overeenkomen. Ja. Dus mijn eerste dilemma is naar de cinema gaan of thuis films kijken. Het is een sociale beleving, dus ik ga voor de cinema gaan. Nachos of popcorn? Popcorn. Een bekendere film of laat je graag verrassen? Heb ik de bekendere film al gezien? Nee. Dan laat ik mij verrassen door een bekendere film. Ja. Doe jij schoenen aan of doe jij die stiekem aan? In de cinema hou ik ze denk ik wel aan. Ik ga er helemaal goed komen. Oh, echt alleen al die soundtrack is voor mij genoeg om deze film in de top 3 te zetten. We hebben ook nog een vliesdekentje als je wilt. Ja? Ja. Vind ik ook wel goed eigenlijk. Vind ik heel goed. Dat is een keer iets anders dan muziek spelen, hè, jong? Dit is mijn job, hè, dames en heren. Zal ik films kijken. Ik kan me inbeelden dat een eerste album wel een mega bucketlist ding is. Toch wel. Allee, zo. Live calls. Toch wel even check. Ja. Nu heb ik het gevoel dat ik 10 songs heb gemaakt waar ik echt achter sta, waar ik echt in geloof. It should not be denied that being footloose has always exhilarated us. It is associated in our minds with escape from history and oppression and law and irksome obligations. The absolute freedom and the road has always led west. Die film heb ik al een aantal keer gezien. Ik ben ook veel nuchterder geworden dan de eerste keer dat ik hem zag. Dus het is nu al wat moeilijker om de ultieme hippie te gaan uithangen. De belangrijkste boodschap dat je uit Into the Wild moet halen is echt: waar wilt jij naartoe met je leven? En niet waar willen andere mensen met je leven naartoe? Waar wilt jij met je leven naartoe? I am falling, the lights go wild. Dat is echt een van de beste soundtracks, denk ik, van een film dat er is. Zou je dat zelf ook willen doen? Graag eigenlijk. Ja? Dat lijkt me wel echt vet. Nee, maar bedoel, nu ik een muzikant naast mij heb, wil ik er toch zwaar van gebruik maken om toch ook iets met de soundtracks te doen. Dus. Dat is keigoed. De vraag is er gitaar in de buurt? Ze moet inderdaad wel nog even gestemd worden. Dat is duidelijk. Speel een soundtrack! Alright. Well, it's a mystery to me. We have agreed which we have agreed. You think you have to want more than you need. Till you have it all, you won't be free. Voilà, dat was goed. Zo goed, ook zo. Nee, ik weet niet of ik dat kan. Bam. Dat zou echt cool zijn. Lords of Dogtown. Film, wederom. Je moet eigenlijk al een beetje een skater zijn om hem te kennen, denk ik. En ik ben al 10, 15 jaar of zo een skater. Ik heb dat een tijdje echt serieus gedaan en heb ik iets voor gehad aan mijn enkel. En dan heb ik mij in die periode terug heel erg gefocust op muziek. Dus het is ook dankzij die enkel blessure dat ik eigenlijk sta waar ik nu sta. Mij altijd heel erg heeft aangetrokken aan de skate community is dat er is heel veel respect ook gaande. Ja. Maakt niet uit van waar je komt. Je zit allemaal zo wat connected door gemeenschappelijke passie voor skaten en iedereen wordt ook aanvaard. Waar gebeurt het verhaal of over wat gaat het? Het gaat over het ontstaan van skateboarden. Oké. Okay. En tegelijkertijd, en nu ga ik heel technisch gaan, maar de nerdy dingen. De skatewielen van klei naar polyurethaan. Nu, polyurethaan, dat plakt beter, dat heeft meer grip. Sorry als ik er iets te heftig in ga. Door die nieuwe wielen konden ze dus eigenlijk in die lege zwembaden op dezelfde manier skaten als dat ze konden surfen. Hier, voilà, dat is de scène waarin ze de polyurethane wielen uitleggen. Cool. Check these out. They're urethane, they come from oil. And they grip. Wow. Heb je ook zo'n streken uitgehaald? No comment. Wat zou ik hier vertellen? Ja. Nee, ik heb geen illegale dingen gedaan, denk ik. Tijd voor... Nothing Hill. Oh, perfect. Kun je nu samenvatten waarom je Notting Hill echt de beste film vindt? Het is
langs de ene kant voor mij de blauwdruk van romantiek. Ik ga mijn kinderen die film laten zien en hun uitleggen dat is wat in mijn ogen romantiek inhoudt. Het moment om dichter te kruipen. Toch een beetje zo. Hugh Grant stoorde zich blijkbaar wel aan de grote mond van Julia Roberts. Is dat zo? Aan de letterlijk grote mond. Oh! Dit heb ik nooit gesnapt waarom dat ze letterlijk 30 seconden geleden was ze nog van nee, ik moet geen drankje hebben, laat me gerust. Moeilijke meisjes hebben ook gevoelens, hè. God, my flatmate. I'm sorry, there's no excuse for him. I'm just going to the kitchen to get some food. Then I'm going to tell you a story that will make your balls shrink to the size of raisins. Oh. Spike is daar echt... Spike is het ideale tegengewicht voor alle klefheid dat in de film zit. Oh, dit is de scène in het park. Now what in the world, in this garden, make that ordeal worthwhile? Zingt je dan ook Ronan Keating ondertussen? Danny, dat nog net. Oh, jongen, dat zou toch een mega... Zingen op dates is misschien zo net iets te awkward, zo, de first date. Ik vind dat wel werken. Ik zal het nog eens proberen als ik ooit nog eens een blind first date moet doen in het park. Oh, ik heb toevallig een gitaar hier liggen. Smile on your face lets me know that you need me. There's the truth in your eyes, saying you'll never leave me. But such a new hand says you'll catch me whenever I fall. Say nothing at all. Oh. Tada. Als je daar niet een indruk traantje van laat, dan zijn ze echt, zit je eigenlijk dood van binnen. Zijde. Prachtig. Die 90s fluiten ook weer boven gehaald. Schitterend. Dat klonk iets dubbelzinniger dan ik het voelde, maar kijk. Kunt je nu samenvatten waarom dat je Notting Hill echt de beste film vindt? Het heeft heel veel... Het is heel relatable voor mij. Zijnde een iets te romantische ziel die ook best onhandig kan zijn en best idiote humor heeft. Kino, je hebt mij kei gelukkig gemaakt. Ah wel, ik ben heel blij. Ik vond het gezellig. Ik vraag toch nog aan iedereen om zo de drie films te ranken. Maar ik weet natuurlijk al wat je nummer 1 gaat zijn. Notting Hill. Oké, en op nummer 2? Dat is al heel wat moeilijker. Voor mij persoonlijk heeft deze film net iets meer betekend. Lords of Darktown nummer 2, Into the Wild op nummer 3. Goeie ranking. Dat was een kei leuke blind date, Milo. Dat is echt... Ik ook. Ik wil echt... Dat we Notting Hill maatjes kunnen zijn. We moeten dat echt nog eens doen. Ik vind dat we eens echt gewoon nog eens een Notting Hill dag moeten houden.